toppers! Ik ben er weer met een gloednieuwe video! Ik ben weer terug van vakantie. Ik ben weer, het is niet zien. Maar ik heb jullie enorm gemist. Vandaag gaat de video over 8 herkenbare dingen tijdens een slaapfeestje. Voor we gaan beginnen, abonneer nog eventjes en laat even een like achter als je de video leuk vindt. Veel kijkplezier, toppers! Oh, weer een nieuwe dag in de vakantie en ik verveel me. Er moet toch vast wel wat te doen zijn? We zijn al wezen voetballen, bowlen, weekendjes weg geweest. Wat hebben we nou nog niet gedaan? Ik weet het! Ik ga de jongens gelijk bellen. Ewa boys! Ewa niffo! Wat is het dan? Hallo! Yo, mama! Ik heb zojuist het beste idee ooit. Iets om van te dromen. Oh, de blote vrouwen? Wat? Nee, Duco, dat is vies. Insecten die over je lichaam kruipen? Gadver, nee, Emiel. Dat klinkt eerder als een nachtmerrie. Paarden. Wat? Nee, jongens. Een slaapfeestje. Hoor dit? Ja, dat is echt lauw, man. Leuk. Ja, dat klinkt cool, Teun. Hé, hey, komen er ook chickies, of niet? Nee, Duco, gewoon met de jongens. Jij bent toch al heel de week bezig met chickies? Ja, tuurlijk. Je weet zelf. Maar we moeten het wel vragen aan onze ouders. Dat wordt lastig. Ze gaan sowieso nee zeggen. Ja, man. Het is altijd ruk, ouwe. Ik heb een idee. Als we nou allemaal zeggen dat het van onze ouders mag, dan mag het sowieso. Ik vraag wel eventjes of we bij mij kunnen slapen. Is goed. Prima. Laten we dat maar doen. Oké, jongens. Veel succes en ik zie jullie morgen. Nu moet ik mijn vader nog even zien te overtuigen. Hé, hey, ouwe. Ik heb een vraagje. Wat is het, Teun? Jij bent de allerliefste vader ter wereld, toch? Wat moet je nou weer hebben? Een PlayStation? Dat zou ook mooi zijn, maar ik wilde eigenlijk vragen of mijn vrienden mogen slapen morgen. Nee! Wat? Hoezo niet? Omdat je moeder een paar dagen weg is en ik geen zin heb om jullie te gaan verzorgen. Oh ja? Weet je het zeker? Ja. Ik kan ook tegen mama zeggen dat ik op jullie kamer van die vieze plaatjes heb gevonden in je kast. Nee, je zou niet durven. Moet jij eens opletten, ouwe viespeuk. Je hebt daar toch niet doorheen zitten bladeren, hè? Ik heb toch zeker wel even een kijkje genomen. Ter inspectie. Oké, vooruit dan. Het mag. Maar zeg niks tegen je moeder. Yes, deal. Slaapfeestje, slaapfeestje, woep, woep. En wat vond je van die plaatjes? Ze waren niet zo mooi als mama. Doei. Hij leert het ooit nog wel eens. Ze kunnen elk moment komen. Ik heb er zin in. Oh, daar zou je de eerste hebben. Hey, boys. Hoi, Teun. Hoi, Teun. Kom binnen, man. Gezellig. Leuk dat we mogen komen. Ja, bedankt, Teun. Ja, nu moeten we alleen nog maar op Duco wachten. En dan kan het feest echt beginnen. Woep, woep. Die zal vast zo wel komen. Als je het over de duivel hebt. Letterlijk ja. Haha, goeie Rick, ik doe wel open. Hallo du, wat heb jij allemaal bij? Hé, je moet goed voorbereid zijn man. Beetje eten, spelletjes, drinken, je weet zelf. En waarom heb je bokshandschoenen bij? Oh, dat zie je later op de avond nog wel. Oké, kom maar gauw binnen en leg je spullen hier maar neer. Oké, jongens. Fijn dat jullie er wel allemaal zijn. Nu kan het slaapfeestje officieel beginnen. Mooi. Oké, jongens. Voordat jullie met z'n allen als een speer naar boven rennen, gaan we eerst even lekker met z'n allen eten. Wat gaan we eten dan, pap? Nou, gewoon lekker wat simpels. Ik heb patatjes en snacks gehaald. Hebben jullie daar een beetje zin in? Ja! 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 Lekker friet, man. Ja! Nou, dan ga ik het even bakken. Dan is er mijn favoriete mandje maken. Ha! Lekker. A few moments later. Jongens, het is klaar. Eten! Eet smakelijk, jongens. Eet smakelijk allemaal. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Aanvallen! Dus Duco, hoe gaat het op school? Ja, fucking goed, Ampie. Ik heb overal laag 7 van de klas. Hoezo is dat goed? Omdat de domste jongens de mooiste dames krijgen. Duh. Oké, en bij jou, Emiel? Bij mij gaat het ook helemaal goed. Emiel, eet normaal, jongen. Zo eet ik. Normaal tuintje. Ik snap wel waarom jij geen vriendin hebt. Zo, ik ben klaar, losers. Wie gaat er mee gamen? Ja, ik ook. Doei, pap. Ik ook. Ik ook. Maar, donde, nu moet ik de tafel afruimen. Wat zullen we eens gaan spelen, boys? Fortnite? Nee, dat kan je niet allemaal tegelijk doen, Teun. Beste gaan we FIFA, man. Ik ben daar sowieso de allergoedste in, man. Allerbeste bedoel je, Duco? Kom tegen Emiel. Oh, sorry. Oké, ik ga sowieso als eerste. Wie komt tegen mij dan? Jullie durven sowieso niet. Oké, ik ga wel eerst tegen Duco.
Anders gaan we 2 tegen 2. Hoort ik ga echt niet meer met die stinkvlieg. Oké, anders steen, papier, schaar, wie een wil krijgt. Oké, steen, papier, schaar. Ja, woehoe! Ja! Oké, mom, jij gaat met mij spelen. Ja! En alle ballen naar mij passen, anders ga ik je slaan met deze bokshandschoen. Fuck! Hier komen we! Fuck, pas aan! Oké, jongens, ik ben nu wel een beetje klaar met gamen. Zullen we wat anders gaan doen? Nou, ik wil sowieso even wat anders aantrekken. Mijn pyjama of zo. Ja, trek ook mijn pyjama! Die is wet cool! Jongens, maken! Oké, jongens, omkleedtijd! Let's go! Lego! Ja! A few moments later. Zo, ik heb hem aan! Ik ook! What the? Ik ook, man! Duco, wat is dat? Duco, is dat jouw pyjama? Hé, hey, wat lachen jullie, man? Ik heb deze Bambi pyjama van mijn moeder gehad. Dat is te zien. Ik vind hem wel mooi, Duco. Dankjewel. Hé, hey, waarom heb jij geen pyjama? Ik sla nooit. Net als nooit, slaap. Trek nu wat aan, anders krijg je nog zo'n stoot. Kussengevecht. Hahaha, is goed. Zo, ik ben moe. Zullen we een film gaan kijken? Ja, laten we eens een horrorfilm kijken. Oké, jongens, ik ga hem nu aanzetten. Jammer dat er geen chickens zijn, man. Konden we lekker kroelen. Ik wil wel kroelen, Duco. Nee, Emil, rand de bil. Goeie, Duco. Haha, thanks. Deze bedacht ik net helemaal zelf. Vinden jullie hem eng, jongens? Nee, natuurlijk niet. Jullie wel dan? Nee, hoor. Ik vind dit wel een mooi filmpje. Met al mijn favoriete diertjes. Jij bent echt een psychopaat, Emil. Dank je. Dat was geen compliment. Hoe dit, man? Wat gaat deze chick doen? Ik weet niet. Ah, fuck, man. Doe deze shit uit. Ik trek het niet meer, ouwe. Dat was goed geacteerd. Hey, Teun, hoe laat is het? Het is al 11 uur. Oh, dit. Hoppilaat. Wij zijn echt stoere boys. Hallo, jongens. Ah! Ik ben het maar, hoor. Jeetje, wat hebben jullie nou weer zitten kijken? Hoor, ik dacht dat oompje een geest was. Gelukkig is het maar wit lijk. Bedankt, weer Duco. Graag gedaan. Jongens, het is 11 uur en dus tijd om te gaan slapen. Eventjes je tanden poetsen en dan het licht uit. Hé, hey, voor ik ga slapen moet ik nog wel even schijten. Duco, dat hoef ik echt niet te weten. Dat kan je gewoon doen. Mooi, dan ga ik nu gelijk. Nee. Nee, wij gaan eerst tanden poetsen. Zo, is iedereen klaar om te slapen? Ja man, net even heel die wc onder gescheten. Oké, en bedankt Duco. Ik ook. Lig je lekker op de grote mail? Ja hoor, zo zullen we dat ook bij de scouting. Dat voelt heel natuurlijk. Fijn dat jij in ieder geval wilde opofferen. Want er is eigenlijk helemaal geen plek voor jou. Graag gedaan. Laten we maar gaan slapen dan, hè. Is goed. Oké. Hey, wat boys, slapen jullie al? Nu niet meer. Wat is er? Nou, ik was laat bij een feestje van een van mijn chickies. En ik had toen 10 Red Bull op. Nee, echt waar, Duco? Ja. Ja, ja. Ja, ze was hoepie lekker. En toen gingen we bijna zoenen. Jongens, slapen nu! Ah, sorry pap, we gaan slapen.